zag dus in mijn vlog dat ongeveer een jaar geleden is dat ik hetzelfde idee had. Deze is ook goed gegaan. En mijn haar is paars. Ik begin vandaag toch nog niet met leerlingbegeleiding, want er is gewoon nog te weinig tijd geweest voor de voorbereiding. Oh, wat een leuke. Want jij zei wel, oh, we zitten nu lekker aan de schillen. Nagels stylen en moedelen, jongens. De eerste keer zit ik nog op de afzien. Deze, leuke. Ik heb niet zoveel zin in zwart eigenlijk. Deze blazer, jammer, die heb ik dus gekocht, maar die is echt veel te groot. Goede tomaten, goede vetten. Jullie hebben deze allemaal nog helemaal niet gezien, deze foto's. Leuk, hè, allemaal. Zo leuk. Het wordt echt een zieke borrelplank weer. Hier komt dan nog een brood. Het roze is dus ruby chocola met champagne smaak. Maar ik heb voor het eerst dat ik bedenk, ik wil bij haar blijven. Allemaal. Oh, wauw. Ook mijn nieuwe weekvlog. Ik heb net lekker gedoucht. Ik heb niet zo goed geslapen, maar ik ging lekker op tijd naar bed. Ik voel me prima. Vandaag ga ik om 12 uur invallen op de andere locatie van onze school. Daar heb ik dus sinds mijn stage niet meer gewerkt. Maar in groep 3. Dus dat is echt een hele chill manier om te beginnen. Want ik had vorig jaar nog groep 3 natuurlijk. Iemand heeft een assessment of zo om 12. Dus ik hoef maar 3 uurtjes vandaag. En dat komt heel goed uit. Want ik heb natuurlijk gisteren pas, vorige week pas eigenlijk alle info gekregen voor mijn werk. Voor mijn leerlingbegeleiding, dus dan kan ik tot 12, half 12 moet ik dan weg naar die locatie. Maar dan kan ik tot die tijd gewoon echt me helemaal nog verdiepen in alles. En ik heb morgen ook een afspraak met de andere leerlingbegeleider om de handelingsplannen die ze nu nieuw hebben opgesteld door te lezen en vragen te stellen. Dus dat wil ik vandaag helemaal gaan doen. En mocht je denken, het interesseert me geen hol, het zijn nu de eerste weken van mijn nieuwe baan. Dus nu zal het in mijn vlog daar wat meer over gaan. Voor de mensen die het wel leuk vinden en omdat het nu mijn leven is en omdat ik ook verder niet heel veel meemaak. Dus weet, haak niet af van ik ga nooit meer vlog kijken. Ik deel het nu gewoon even, want het is nu actueel. Maar vanaf morgen ga ik in principe al met de leerlingen werken. Alleen ik heb echt nog tijd nodig om die handelingsplannen en zo te maken. Omdat ik gewoon daar heel weinig tijd nog voor heb gehad. Dus dat zal ook nog deels van die tijd zal ook nog verslaglegging en dat soort dingen worden. Maar wel leuk dat ik vandaag een paar uurtjes voor groep 3 sta. En ik ga ook weer sporten, hopelijk. Ik heb mijn kleren weer mee. Ik ben gewoon allemaal eten in mijn tas aan het gooien en dat kan ik dan daar in de koelkast zetten. Dat is wel het voordeel van 3 dagen werken, dan kan je best wel veel eten gewoon nu al meenemen. En daar gewoon een beetje kijken, ik smeer nooit wat, weet je wel. Dus dan kan ik gewoon een beetje kijken wat ik die dagen wil eten. Dus ik ga even opschieten, matcha maken, aankleden. Het is heel koud, dus ik ga weer lekker cozy kleding aan doen. Vind ik eigenlijk stiekem wel lekker. En de week is weer begonnen. Wat staat er deze week op het programma? Verjaardag van H, zaterdag vieren. Naar oma zondag. Vrienden uit Spanje van mijn moeder komt vrijdag. Ja. Doei. Ik neem mijn buikpijn, krijg ontbijtje, maar ik had er zin in en ik heb tijd. Eigenlijk als ik ga werken doe, moet ik dit echt niet doen, want dan loop ik de hele dag met een opgeblazen buik. Maar iemand van jullie Instagramde mij met een tip voor iets nog tegen lactose. Voor pilletjes die bij haar werken. Ik moet misschien even naar kijken. Maar ik heb Griekse yoghurt, wat muesli, hennepzaad, chiazaad, lauwe bessen, pompoenpitten en framboise. Lekker, ik ontbijt nooit thuis. Oké, mijn buik is echt meteen zo opgeblazen. Maar het was wel even lekker. En lekker om even rustig te ontbijten. Want dat doe ik nooit thuis. Mijn haar is lang. Dit lookje. Lekker chilling. Ik had eigenlijk even moeten strijken, maar boeien. En ik ga. Doei. Het is pas 9 uur, maar ik heb al best veel gedaan. Ik heb lekker weer het chille kamertje beschikbaar vandaag. Tot mijn beschikking. En ik ben even begonnen met... De andere leerlingbegeleider had de handelingsplannen aangepast met IB'er. Dus die heb ik even gelezen en even in mijn telefoon een notitielijstje gezet met vragen. Want ik zou morgen met haar gaan bespreken. Maar ze stuurde nu dat ze ook straks kan. Dus dat is wel chill. Dus over een kwartiertje ga ik met haar videobellen, scherm delen. En dan gaan we gewoon eventjes alles doorspreken en kijken wat we nog moeten aanpassen. En ik ben voor alle leerlingen vast even de basis van de handelingsplannen in Parnassus aan het zetten. Dus voor de een begeleid hardop lezen, de ander sociaal-emotioneel, de ander interventieplan niveau 3, de ander begrijpend lezen, rekenleerroute. Dus ik heb best wel veel diverse gebieden waar ik mee, zeg maar, met de leerlingen mee ga werken. Het is wel heel leuk, want ik heb dus 6 leerlingen volgens mij. En heel divers, dus niet alleen maar rekenen. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. En ik had dus al een rooster gemaakt. Met wanneer ik de leerlingen uit de klas ga halen. Maar dat is ook gewoon een beetje aftasten of het werkt. En dat kan ik altijd nog aanpassen. Dus ik ga gewoon morgen beginnen met de kids. Ik moet alleen echt even gaan kijken. Rekenen en zo, dat lukt direct om uit te leggen. Maar hoe ik sociaal-emotioneel ga doen, dat heb ik nooit officieel met een methode of zo gedaan. Dus daar moet ik me echt even in gaan verdiepen. Dat ik morgen direct
met iets tastbaars aan de slag kan. Het is veel te doen en het is heel warm vandaag. Ik heb veel te warme kleren aan. Ik had iets heel leuks in mijn brievenbus liggen. Namelijk mijn nieuwe fotoboek van Journey. Als je mijn vlogs kijkt, dan heb je misschien wel gezien dat ik ruim 4 maanden geleden een fotoboek mocht maken bij Journey. Hi Poesie. Jij vindt dit fotoboek mooi. Toen maakte ik een fotoboek voor mezelf, mijn vriend, toen eventjes niet, en mijn bonusdochter als herinnering. Omdat we toen natuurlijk uit elkaar gingen wonen. En toen wilde ik een mooi boek maken, zodat we al onze herinneringen gebundeld hadden in een boek. En niet meer op een schilderij, wat ik normaal altijd deed. Want een schilderij is leuk, maar op een gegeven moment wil je dat toch weer vervangen en dan kijk je er niet meer naar. En net als op je telefoon, je kijkt niet naar je foto's. Dus een boek. En dat was een heel groot succes, want het was toen de verjaardag van mij en mijn bonusdochter. En al onze familie en vrienden gingen erin bladeren. En dat is echt superleuk, want je hebt natuurlijk foto's die ze al kennen, foto's die ze niet kennen, mooie foto's, awkward foto's. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat vind ik ook heel leuk om te doen met een fotoboek, dat je er dus mooie foto's is toch, maar ook juist super awkward, lelijke foto's. Ik mocht dus weer een fotoboek maken. Dat wist ik al eigenlijk een paar maanden geleden dat ik dat nu weer mocht gaan doen. Dus ik had het al helemaal ingecalculeerd dat ik, als we naar Zwitserland zouden gaan, Heel en ik, en hij zou rijden, dan zou ik dus lekker in de auto via de Journey app mijn foto's gaan toevoegen voor mijn fotoboek. En ik heb nu dus een fotoboek gemaakt die over heel veel jaren gaat. Hij heet dus ook Van Alles en Nog Wat. Ik heb echt best wel snel dit boek gemaakt. Ik dacht, ik maak gewoon een boek met allemaal herinneringen die ik leuk vind. Je hoeft er gewoon helemaal niet veel voor na te denken. Ik heb gewoon gezorgd dat ik allemaal favoriete foto's die ik leuk vond in een apart album had staan. Verder hoef ik niks te doen. Allemaal toegevoegd aan die app. En dan, omdat het met AI gemaakt is, clustert die app gewoon alles automatisch op chronologische volgorde. Met datum erbij als je dat wil. Dat heb ik dus wel. En daardoor heb je gewoon een heel mooi overzicht. Bij mij begint het dus in 2018 al. Helemaal op volgorde. Ook vet grappig, want ik zie bij mezelf dus echt, het begint bij mijn skinny periode toen ik net uit elkaar was met mijn ex Ruben. En toen was ik heel veel afgevallen. Dus je ziet die eerste foto's zijn allemaal very skinny. En dan je ziet echt zo al je levensfases zo voorbij komen. Dat is wel heel erg leuk. En ik heb dus ook niet hoeven nadenken over de layout. Vorige keer had ik hier zeg maar een soort wat gekleurdere layout gekozen. En dan zag je hier allemaal kleurtjes. En nu heb ik een meer pastel layout gekozen. Elke pagina heeft dus wel een kleur. Maar zo licht dat je het eigenlijk niet ziet. Dus dit is een soort van lichtblauw. Hij heeft het aangepast aan de kleuren die je ziet op de foto's. En dan in pastel thema. Dus dat kies je en het is gewoon voor je hele boek klaar. Het is hetzelfde formaat als het vorige boek. Dus het past perfect mooi dan zeg maar zo in de kast. Alleen deze is dus heel dik. Ik heb heel veel foto's omdat het gewoon over heel veel jaren verspreid is. Maar je kunt dus helemaal kiezen wat voor layout jij mooi vindt. Ik ben voor best wel rustig gegaan. En ik heb dan glanzend papier. Mocht je trouwens ook een fotoboek willen bestellen, doe het dan zeker met mijn kortingscode BLISSBLOOM. Want dat scheelt je lekker veel geld. En ik zal even er nog verder wat van laten zien. Dit gaat ook allemaal automatisch. Kan je ook eventueel niet doen. Maar hier zie je dat ik dan in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, Oostenrijk, Italië en Zwitserland ben geweest in dit boek. En dat het 2251 dagen zijn en 271 spelden zeg maar op de kaart. En dan zie je op de kaart waar ik allemaal ben geweest. Onder andere hier in Europa. En een soort van paspoort met alle landen waar je bent geweest. Dat maakt het echt heel origineel, dit fotoboek, en heel leuk. En het begint bij mij gewoon echt met hele random foto's. Ik ging gewoon in mijn telefoon terugkijken en denk, oké, die foto's, ja, die bekijk ik nooit meer. Dus ik wil gewoon hele oude foto's erbij. Deze foto, hoe ik er hier uitzie. Oh, wauwie. Dit was dus in Berlijn met mijn vader. En dan heb je dus ook een kaart erbij. En die kan je ook weggaan als je het niet leuk vindt. Ik bedoel, ik weet dat het daar was, maar alsnog is het leuk dat je dat er ook gewoon bij ziet staan van, oh ja, dit was in Berlijn. New York, die staat op de vorige bladzijde en dan die kaart. En hier weer back in Amsterdam. Ja, het is veel te veel om allemaal aan jullie te laten zien, maar oh mijn god. Kijk hoeveel en kijk hoe mooi, ook die kwaliteit. Deze moet ik trouwens nog op Instagram zetten, ik heb nog steeds mijn vakantiefoto's niet gedeeld. Maar heel mooi bij de watervallen van onze afgelopen vakantie. Ik ging dus expres op de heenweg vast beginnen. En op de terugweg heb ik nog alle laatste vakantiefoto's toegevoegd. Zodat die ook nog mee konden in dit boek. Jullie hebben deze allemaal nog helemaal niet gezien, deze foto's. Leuk hè, allemaal. Zo leuk. Toen ik 30 werd, heel veel leuke foto's daarvan. En kijk ook hoe kleurrijk dit er dan uitziet. Maar ook bijvoorbeeld deze zware periode waarbij oma haar euthanasie kreeg en dus ziek was. Gaaf niet. Gewoon eigenlijk alles wat ik belangrijk vind om me te herinneren. Dit was echt mijn leukste auto nieuw ooit. Dus ik dacht, ik doe dan ook gewoon lekker zo, hup, geen bijzondere layout of zo. Gewoon, kan je ook trouwens veranderen. Ze kiezen alles automatisch, maar je kan ook per pagina zelf dingen customizen. Hup, gewoon allemaal foto's achter elkaar. En nog meer, want dit was gewoon zo'n waanzinnige avond. Dit is echt een van de leukste avonden uit mijn leven. Ik denk, ik stop het er ook gewoon allemaal in. Ik wil me dat allemaal kunnen herinneren.
Ook een hele belangrijke tijd natuurlijk. De opening van mijn eigen horecazaak, 35, moest ook absoluut in het fotoboek komen. 25 juni. Hier waren we voor het eerst open. Toen waren we nog niet officieel open, maar toen hebben we gedraaid met Koningsdag. Het was echt een hele leuke dag. Hier bruidsjurk passen voor mijn beste vriendinnetje die in Amerika woont. Echt, ik ga hier nog heel lang in bladeren, anders wordt het veel te lang voor deze video. Maar ja, ik denk dat ik niet hoef uit te leggen hoe waardevol zo'n fotoalbum is. Ja, dit, ik kan er naar blijven kijken. Dit ook weer geweldig. Ik ben zo blij. Ik kan echt elke pagina aan jullie laten zien. Fantastisch. En zo mooi, compact en fijn. En ik helemaal genieten. Gewoon lekker hier in plaats van tv kijken, af en toe lekker in je fotoboek kijken. Zo waardevol. Zoveel leuker dan foto's in je telefoon of Instagram. Dus wil je ook een fotoboek maken? Laat het me weten. Heb je al een keer een fotoboek gemaakt bij Journey? Vind ik ook wel heel leuk om te weten. En vergeet mijn kortingscode BLISSFILM dus niet te gebruiken. En dan ben ik heel benieuwd of jullie het ook gaan doen. Good morning. Ik ging gisteren echt al 7:45 richting mijn bed. Ik denk dat ik echt 9:30 pas sliep. Maar beter, want ik was echt moe. Ik voel weer keelpijn opkomen. Altijd als ik weer aan het werk ga. Dus beter. En ook beter dat ik niet mijn eigen groep heb. Want dan ga je dus hard praten en wordt het erger. Dat hoeft dus lekker niet. Ik ga even een smoothie maken. Ik ben alleen wel laat. Maar ik had zin in even zo'n, zeg maar zo'n smoothie met havermout en zo. Ik doe er een banaan. Echt zo'n calorierijke smoothie, maar ik heb er even zin in. Ik ga niet eiwitpoeder erdoor doen, want ik vind dat toch, dan is je hele drankje verpest. Een banaan. Even behoefte aan hennepzaad. Havermout. Ik doe ook maar wat hoor. Een pompit heb ik er zin in. Ja. Chia. Dat is echt een lijpe caloriebom dit. Ja, ik weet het echt niet. Ik dacht ik doe zo'n groente shot er doorheen, maar misschien is dat wel heel vies. Ik doe het gewoon. Ik vind het niet lekker, zo'n shot. Ugh. Wat als ik het helemaal verpest? Kijk, doe het. En dan havermelk ook. Dat is ook helemaal niet zo heel gezond, maar ik doe maar wat. Mijn lichaam had hier ineens zin in. En ik heb hier echt helemaal geen tijd voor. Want ik ging al een kwartier te laat uit bed. Dus ik weet niet precies waarom ik dit nu doe. Is dit statiegeld? Nee. Ugh, het groente stinkt echt. Ik denk dat het niet lekker gaat zijn eigenlijk. Maar oké. Okay. Oh, acai. Maar dan wordt de kleur heel lelijk. Maar ik doe het wel. Kijk. Acai drops. Goedenavond. Nou, we gaan het zien. Ik ga vandaag geen yoghurt nemen, want ik had de hele dag een opgeblazen buik gisteren. Oké, de kleur valt mee. Oh. Prima. Lekker, heel veel havermout, maar daar heb ik zin in. Ik wil dat het echt vult, weet je. Oh. Ja, je proeft wel echt het groentesapje wat niet zo lekker is. Hij is net een beetje dik, ik doe nog een beetje havermout. Melk en dan prima. Ik vind dit, ik doe dit nooit, want je drinkt zo ontzettend veel calorieën. Zo. Maar ik dacht, ik doe het vandaag een keer. Maar het is ook veel te veel. Mission failed, soort van completed failed. Oh, heel vies die groentesmaak eraan. Ik heb een hele random outfit aan. Ik ben een beetje klaar met die gekleurde broeken de hele tijd. Dus ik moet echt kleren gaan kopen. Maar ik heb nu dus die zwarte broek die ik de ticket heb gekocht bij de Sting. En daar zitten dan dus lak schoenen bij, wat ik dus echt heel lelijk vind bij dit. Dus het is niet dat ik denk, wat een mooie outfit. Maar goed, het is prima. En er moeten gewoon andere schoenen bij. Maar ik vind die zwarte sneakers waren te lomp. Want hij is niet heel flared. Het is maar een werkdag. Dus, ja. We doen het er maar mee vandaag. Doei. Toch voor de sneakers gegaan. Het is ook niet echt mooi, maar it is what it is. Ik begin vandaag toch nog niet met leerlingbegeleiding. Want er is gewoon nog te weinig tijd geweest voor de voorbereiding. Ik wil gewoon, als ik start, wil ik gewoon goed starten. Dus ik ben nog even bezig met, ook nog eens roosters, inlezen, voorbereidend werk, materialen verzamelen. Nu even iets zoals labels voor de mappen, wat er ook zijn. Ik vond het wel fijn om voor de leerlingen waarmee ik aan sociaal gedrag werk of mindset leren, om daar gewoon een map voor te hebben. Met gewoon al heel veel bladeren erin, zodat we hier gewoon steeds mee kunnen werken. Dus die moet ik even labelen. Zodat je niet elke week werk zit te kopiëren of zoeken. Gewoon vanuit de methode. De IB'er had die map staan, dus ik heb die gewoon helemaal gekopieerd.
voor 2 leerlingen. En dan dacht eerst, ik hou zelf 1 map aan en dan ga ik elke week bladen eruit kopiëren. Maar ik vind het wel fijn als de leerling ook gewoon zelf een map heeft. En ik had gisteren ook met de andere leerlingbegeleider overlegd dat we gewoon ook de doelen zichtbaar willen maken voor de leerlingen. Dus dat zij gewoon zelf ook hun doelen hierin krijgen. En dat ze zelf kunnen gaan aanvinken, waar zit ik met het doel en wat heb ik al behaald, wat heb ik nog niet behaald. Dan ben ik toch altijd een beetje ouderwets met een map. Vind ik toch wel fijn. En dan ook 1 map voor mezelf. Zodat als ik wel wil kopiëren, dat ik dan ook zelf ook de bladen heb. En die stal ik dan gewoon hier. Al kan ik niet elke keer hier zitten. Tot nu toe is het heel vaak leeg hier. Dus dat is fijn. Alright, I'm in the car. Af en toe is het best wel lekker om naar je werk in de auto te stappen. En het is gewoon niet lekker als je elke dag een uur zou moeten rijden naar Zoetermeer bijvoorbeeld. Of in de file. Maar soms denk ik wel, oh, 's ochtends even een uurtje in de auto, even rustig wakker worden. Of na je werk nog even een uurtje, even lekker acclimatiseren. Met die regen en zo vind ik het dus wel prima. Maar ja, ik heb echt een hekel aan file. Dus ik zeg dit omdat je dan denkt, ja, oh, ga je weer in Zoetermeer wonen uiteindelijk? Wat ga je doen? Bla 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 bla. Er is gewoon altijd file die kant op. Dat was heel leuk. Het was wel heel kort. Het was nog geen 1,5 uur. Dus ja, je blijft vet veel vragen houden. Ik was best wel betrokken en actief. Ik vond het gewoon echt heel interessant. Maar wel leuk. Ik heb wel echt heel veel zin nu. Ik heb 2 leerlingen met autistisch spectrumstoornis. En ja, ik weet wel echt meer nu. En dat is heel leuk. Morgen ga ik al met de eerste aan de slag. Het was dus Geef me de 5 bij UNITA. En dat was dan, je hebt ook boeken en meerdere cursussen en zo. Ik weet niet of ik dat misschien ook nog kan gaan doen. Maar dit was in ieder geval heel verhelderend. En nu lekker naar huis. Ben ik 6:15 thuis. En ik heb honger. Wajo, ik heb broodjes vegafilet met ei gemaakt in de ochtend. Zijn jullie trots dat ik hier tijd voor heb? Miss Pink gaat er vandoor. Adios. Ik heb een ananas mee naar school. Zo, lekker allemaal mapjes voor de kinderen. En dit voor mezelf. En ik heb dus dit boek vandaag gekregen om te lezen. Heel leuk. We zijn helemaal losgegaan. Ik was meteen helemaal aan mijn focus, want ik het echt zo interessant vind. Kijk, ik heb de belangrijkste dingen voor mezelf even uitgetekend. Maar hoe je dus een situatie kunt tekenen. Bij tekenen denk je meteen echt een tekening, maar dus meer schematisch kunt weergeven. Heel interessant, heel leuk. Ik heb gewoon allemaal bladen en dingen voorbereid en... Ja, en nu vind ik het mooi voor deze week. Hoppa, en ik heb heel leuk dit soort boekjes gekregen van de IB'er voor de kinderen. Tip bij de Action 150. Opzoekboekjes, waar dus allemaal rekenbladen en zo in kunnen. Vinden kinderen heel fijn. Dit is mijn eetstash. En dit gaat mee naar huis. En ik ga lekker weg en naar de sportschool. Ik was dus met de auto gegaan vandaag, omdat ik gewoon lui was. En dacht, dan is de kans groot dat ik naar de gym rijd daarna. Ik ben bij de gym hoor. Zo geen zin, maar ik ga wel. Ik moet nog helemaal omkleden natuurlijk daar. Ik ga weer full body doen. Moet wel vandaag. Ik moet echt 2 keer per week. 3 doe ik dus niet meer, maar ik moet echt 2. En dan kan ik vrijdag ook. Verder heb ik nog geen opties, dus ik moest. En ik heb dus gisteren weer die masseur uit India, zeg maar, geboekt. Want die was dus weer terug. En toen dacht ik, ah nice. Want ik heb vol mijn rug weer een beetje. Het is nog niet heel erg. Maar ik dacht, oké, beter doe je het voordat het erg wordt. Dus ik heb lekker om 6:30 een massage. Perfect. Nu is het, het is nog best wel vroeg. Het is 4:00. Oké, de laatste tijd sport ik echt 1,5 uur. Maar ik ga het nu proberen om het even in 1 uur te doen. Dus even omkleden. Go, go, go. I can do this. Gisteren ging ik dus. Op maandag dacht ik, oké, ik ga eerst naar huis en dan ga ik daar dan nog sporten. Dan ga ik gewoon echt niet meer. Na mijn werk echt niet. Het moet in 1 keer door. I did it. Ik ben thuis en ik ga lekker een geitenkaas maaltijdsalade eten vanavond. En misschien nog een linzensoepje, want ik had wel nog een soepje eruit gehaald. Woe. En dan komt straks de masseur. En dan heb ik helemaal alles perfect. 3 dagen werken er weer op zitten. Leuk weekje verder voor de boeg. Ik vind die zongedachte tomaten trouwens nooit lekker. Dus die haal ik altijd uit. Laatst had ik het mee naar mijn werk. En toen ging ik. Zei ik zo. Collega's op school zijn altijd zo chill eigenlijk. Je hebt heel veel mensen als ik zou vragen. Wie wil mijn zongedachte tomaten? Zegt iedereen. Nee.
En daar zo, ja hoor, ik wil het wel op mijn, door mijn noedels. Ik wil het wel op mijn maïswafel. Zo grappig. Ik hou daarvan. Ik ga ze er dus weer uithalen. Ik weet niet, ik vind het gewoon niet zo lekker. Ik hou er niet zo van. Al helemaal niet koud. Ik heb er gewoon niks mee. Poesie, je zit wel heel erg aandacht te vragen. Ik heb je net helemaal geaaid. Ik kom zo naar buiten. Even chilling. Ik ben heel veel thuis, Poesie. Dus je moet je niet aanstellen. Speciaal omdat jij zo lief bent. Anders was ik wel iets minder vaak thuis. Ik weet niet of ik de massage... Hallo. Ik weet niet of ik de massage een uur of anderhalf ga doen. Anderhalf is wel lekker, maar het is natuurlijk wel heel duur. En ik heb niet heel veel klachten nu. Maar ik kijk wel even. Het ruikt een beetje naar aarde. Ik bestel deze dus best wel vaak bij Picnic. Ik vind deze best wel lekker gewoon. En tegenwoordig doen ze volkoren pasta. En alsnog is zo'n salade niet echt per se gezond. Wel die dressing. Maar als avondeten. Stel je gaat dit gewoon als lunch. Dan is het best wel shock hoeveel calorieën erin zitten. Ik doe meestal de halve dressing. Maar als avondeten vind ik het wel chill. Laatst had ik het ook als lunch hoor. Die smoothie had ik trouwens gisteren echt totaal niet opgedronken. Het was echt één dikke drap. En ik heb er wel van gedronken, maar niet alles. Het was niet echt een succes. Ik ga het even buiten opeten, want er is een klein zonnetje nu. Dat vind ik wel erg prettig. Dat was heerlijk. Het is ook heel chill dat hij gewoon zegt, een uur is genoeg. En niet denkt, ik ben er nu toch, ik zeg dat ze een half uur nodig heeft. Super, super chill. Hij zei dat mijn muscles echt minder tensed waren in mijn rug. En meer smooth. Dus dat is heel fijn, dat voel ik zelf ook. Ik denk dat het komt omdat ik geen Zumba meer heb gedaan. Ik vind dat gewoon te laat op de avond. En het was vakantie. Maar daar krijg ik zoveel rugpijn van, niet normaal. Dus dat is beter. En ik merk ook als ik nu krachttraining doe, dat mijn spieren er sterker van worden. En dat ik juist rugpijn krijg als ik bijvoorbeeld een week niet train. Dus dat het trainen echt goed is voor mijn spieren. Dus ja, dat is gewoon fijn. Even touch-up massage. Ik heb nog steeds last van mijn onderrug, maar dat krijg je gewoon niet weg. Ja, beter een beetje bijhouden dan weer wachten tot het echt helemaal slecht is. En nu ga ik lekker een serietje kijken op de bank. Hi. Ik zag dus in mijn vlog dat ongeveer een jaar geleden is dat ik hetzelfde idee had. Weet jullie nog dat mijn haar vorig jaar blauw werd? Kijk, ik wil dus al langer weer naar bruin. En steeds mijn kappers maakten het eigenlijk steeds te blond. Nu had ik Josje, nou die had het helemaal goed gedaan. Ging me testen om bruine plukjes te doen. Niet te veel, want misschien werd het warm. Nou is inderdaad warm geworden, werkt niet. Toen dacht ik, nou dan ga ik weer dat Maria Nila masker bestellen, wat altijd voor mij werkte. Toen ik in Muiden woonde had ik dus altijd dit, dat kreeg ik toen. En toen had ik gewoon echt een hele mooie bruine kleur. Soms had ik ook de dark cacao. Maar ik weet dat ik vorig jaar Zoetermeer het ging doen, was mijn hele haar blauw. Maar ik dacht, ik snapte gewoon niet hoe dat kan. Ik dacht misschien omdat het over datum was of zo. Dat ik ga het nog één keer proberen, maar ik test eerst even één pluk. Een best wel blond stuk. En dan ga ik even testen hoe die eruit komt voordat ik het door mijn hele haar gooi. Maar alsnog vind ik het eng, want ik weet dat het hier was het op zijn allerblauwst geworden. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat gebeurt. Eigenlijk moet ik ook deze pluk testen. Maar ja, dan zit ik straks weer voor paal. Misschien een heel klein stukje. Ik wil gewoon al heel lang weer heel graag naar, anders doe ik gewoon de onderkant. Dat is ook het meest gebleached. En juist dat gebleachte kan zo'n verkeerd effect creëren. Dus dit kan ik er dan eventueel afknippen als het misgaat. Maar ik heb het gevoel dat het wel werkt. Hoe kan het blauw zijn geworden? Ik begrijp het echt niet. Kijk, ik doe even dit. En als het gewoon goed is over 10 minuten, dan ga ik gewoon maar wassen en de hele haar knallen. Ja. Ja, dit masker was altijd waanzinnig. Ik had wel echt een hele mooie bruine kleur haar. Het was altijd echt heel mooi. Weet jullie dat nog? Dat mijn haar blauw. Ik zocht de vlog op. Ik zocht op blauw haar. Maar ik had hem blijkbaar genoemd. Haarverven gaat fout of zo, die vlog. Dat was echt niet leuk. Het duurde ook best lang voordat het eruit was. Toen werkte ik natuurlijk niet op school en dat soort dingen. Was ik best wel veel thuis. Dat is niet zo erg. Maar nu kan ik me dat echt niet meer veroorloven. Daar heb ik echt geen zin in. Oké. Ik ga dit gewoon 10 minuten laten intrekken en dan ben ik benieuwd. Ik zag niks. Het kan trouwens 3 tot 10 minuten, maar ik weet dat ik het vorige keer best kort had gedaan. Ik wil het nu juist echt 10 minuten doen. Ik denk dan pakt het pigment volledig. Maar dan ben ik straks dus wel helemaal bruin. Ineens. Ik kan dat ik er spijt van krijgen. Maar het is wel weer uitwasbaar. Na een paar keer. Dus. Ja, ik wil zo lang weer naar bruin. Let's do it.
Dat doet me altijd denken aan mijn vlogs van vroeger toen ik allemaal rare dingen met mijn haar deed. Maar ja, kapper, het werkt gewoon niet. Mijn haar is gewoon niet bruin te verven, dus. Oké, ondertussen heb ik even het grootste taakje ever gedaan. De zak van de kattenbak verschonen. En het uitgespoeld, maar dit is gewoon goed. En nu heb ik het natuurlijk op droog haar gedaan, dus dan zal het extra donker zijn. Ik denk op nat haar na het wassen wordt het niet zo donker, maar het is echt absoluut niet blauw. Wel spannend. Kijk, deze is ook goed gegaan. Het zal nog mee hoe donker. En deze. Leuk, eindelijk dit vlog. Eindelijk weer even iets leuks. Nou, dan zien jullie me dus straks gewoon met bruin. Ja, als die drie plukken goed gaan, dan gaat het gewoon goed. Dan ga ik lekker mijn haar wassen met shampoo. En dan ben ik straks bruin. Wel helemaal bruin, dat is wel stom eigenlijk. Een beetje gemêleerd vind ik leuker, maar ja. Mijn haar heeft al verschillende tinten, dus het zal overal wel verschillend pakken. Ik ben ook benieuwd hoe het hier op dat warme pakt, wat dus geverfd is. Had ik dat ook moeten testen? Nee, dat komt wel goed. Dit is dus wat een beetje bruin was geverfd en wat dus uiteindelijk warm is geworden. Wat de kapper al dacht, dus gelukkig heb ik naar haar geluisterd. Want ik stuurde haar meteen, ik wil terug, ik wil mijn hele haar bruin. Dan had ik dus overal orange-achtig haar gehad. Oké, tot zo. Wow, ik moet zeggen, ik denk dat alles goed is gegaan, maar het is echt ziek donker. Ik weet niet hoe lang het precies ingetrokken. Ik denk niet per se 10 minuten. Maar het is nu nog nat. Maar je ziet dat het ook wel warmer is. Warm is niet per se mijn kleur, maar het gaat mooi worden. Het komt goed. Kijk, je ziet hier ook dat het dippel wat licht is. Oh, nu lijkt het heel erg, maar het komt echt goed. En het is niet blauw. Nou, het is een beetje een soort paarsig. Warm, ik weet niet, paars is weer niet warm. Apart bruin kleurtje, maar ik ben wel bruin. Ik kan ook nog spijt krijgen, hoor. Ik denk, oh, ik vind bruin altijd best wel saai bij mezelf. Ik vind bruin altijd even, eerlijk gezegd, als ik slanker ben, vind ik bruin haar mooier bij mezelf. En als ik voller ben, zoals nu al best lang, vind ik blond altijd leuker bij mezelf. En ik was het blond nog een beetje zat. Ik vond het zo nep. Dus, en wat ik zeg, als dit niet mooi is, ja, dan is het na een paar keer wassen ook weer weg. Maar ik vind het wel heel leuk gewoon dat het dus werkt. En ook, ik snap niet dat dit product gewoon niet viral gaat. En bij kappers ook. Dat ik denk, hoeveel kappers wel zeggen, ja, ik kan gewoon je haar niet bruin maken. Die kleurmaskers zijn geweldig. Ik ben heel benieuwd hoe het straks is, want het is natuurlijk nog steeds nat. En ik heb altijd bruin haar als het nat is. Maar je ziet wel dat het echt wel een stuk donkerder is. Hier is het wel donker. Nou, we gaan het zien. Thumbs up voor dit experiment in mijn vlog. En nu weer mango matcha. En vega filet met ei. En dit gaat naar H voor zaterdag voor de borrelplank. Want ik heb alle bakjes meegenomen. Omdat die van mij waren. Maar hij heeft niks meer. Echt erg. Oh, oepsie. Ik zie nu dat het een beetje paars is geworden. Bij de lichtste plukjes. Maar goed, als ik het dan nog een keer doe, is dat denk ik wel misschien weg. Raar, hè? Bruin haar. Het is wel mijn eigen kleur. Mijn eigen kleur is donker. Ik zag paars, maar het valt mee. Liever paars dan blauw. Even kijken. Nee, het is wel echt helemaal een paarse gloed hier. Ja, die voorkant is die lichtste plukken. Verder. Kijken. Ja, een beetje. Maar vooral hier. En jullie zien het niet zo goed als mij. Maar it's okay. Ik denk dat het echt wel nog een keer dat het dan wel weg is. En ik vind paars ook niet erg. Blauw wel. Ik ga naar oma. Voor mij komt donderdag dus heel goed uit om naar oma te gaan. Maar zij wil nooit op donderdag. En nu vroeg ik toch vandaag, kan ik niet toch gewoon komen? Even eind van de dag gaan we samen eten. Wil ze pizza eten? Zorgen, vet chill. Want ik zie er echt veel te weinig. Toevallig zie ik er waarschijnlijk volgende week ook. Omdat ze voor het eerst sinds jaren weer de deur uitgaat om naar een verjaardag van mijn broertje en mijn vader te komen. Maar ja, kans dat het afgezegd wordt uiteindelijk. Ze durft gewoon de deur niet meer uit. Maar Hil gaat haar dan ophalen in principe. Maar eindelijk kan het op donderdag. Want het is zo lastig op andere dagen. Dus ik ga gezellig naar mijn opie toe. Ik heb een leuke kaars voor haar gekocht. Hele mooie grote vanille herfstkaars. Van de Primark, vet leuk. Ik denk dat ze die wel leuk vindt. En mijn haar is paars. Gaat ze weer poseren hoor. Oh, 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 oh. Van wie zou ik het hebben? Ja, dan staat er goed anders niet. Kijk nou hoe lekker. Oma heeft... Even wachten, taar. Ik heb een snopneus. Nee joh, je ziet er prachtig uit. Nee, ze ziet er niet even wel. Taart. Jus. Lekker joh. Lekker, lekker. God, kom je aan die leuke lijn. Ja, leuk hè? Oh, wat een leuke. Op tijd die pizza bestellen, hè? Want anders krijg je hem zo laat. Ik heb nog een cadeautje. Er is geen meentje. Maar ik heb het niet ingepakt. Nee, hoeft ook niet. Oh. Jezus, wat is dit nou?
Oh, wat is dat voor moois. We hebben lekker pizza besteld. Wil je dat roze kwastje niet? Ja hoor. Dit is de eerste keer dat ik bij jou avond eet, volgens mij. In tien jaar of zo. Ja, dat wel. Dat is wel lang geleden. Ik ben hier nooit ook in de avond. Vroeger had je wel vaker bij mij. Wel lekker. Oeh, kijk nou. Ik heb ook een pizza die ik normaal nooit zou nemen met allemaal groenten en zo. Maar oma had deze vorige keer met olieveer en die scheen heel lekker te zijn. Kijken. Oh, ziet er wel echt goed uit. Wil je een spekje hebben? Nee. Waar is jouw dan? Oh ja. Kort over vijf avondeten. Ja. Ja, dus ik vind wel, dat vind ik niet kloppen. Als je zegt om 17:15, dan moet hij hem om 17:15 brengen, ongeveer. Ja. Maar goed, dit is ook zo'n leuke jongen. Ja, ik hoor, wat een mooie, mooie. Ja, echt zo'n mooie tanden. Ja, moet je kijken, wat een geweldige pizza dat is. Hoe doe je dat met een doos eigenlijk? Ik doe altijd een stukje eraf en dan leg ik hem hier op en dan doe ik hem weer dicht. Oh, dat is een goed idee. Ja, maar het zit in alle, maar het is gesneden. Ja. Kan je hem dan toch even pakken? Nee, dat wordt met mij helemaal niks. Ik doe gewoon zo. Kijk. Schud nog een stukje eraf. En dan doe ik hem zo erop. Oh, dat doe je. Oké, dat doe ik ook. Maar je kan ook een bordje. Moet ik een bordje voor je pakken? Nee, dat doe ik niet. Zo gaat het. Dan blijft hij een beetje warm. Ja, dat is waar. Maar het is dradenkaas. Ja, dat zei jij. Ja. Ontspoten worden hoor. Lekker. Want jij zei wel, aubergine is nu lekker, maar het is heel lekker op je pizza. En maakt hem een beetje nat. Zitten de hele avond liedjes te luisteren. Van Cohen en Il Divo. Nou, dit kan je wel zien. Ja. Toch geweldig? Voor 170.000 euro. Raise me up. Oliver kan dit, hè? Oliver kan zo zingen. Ja, maar die zingt niet meer. I am strong. Ik zie nu wel enige gelijkenis met Olivier bij jou. Ja. Maar zo lijken wij helemaal niet op elkaar. Oliver en ik lijken dus op elkaar. Ja, vind ik ook. Heel erg. Maar ik lijk niet meer op jou. Vind je wel? Ik denk het niet. Nee. Nee, niet echt. Maar toch ook weer wel. Ja, de sfeer van mij zit erin. Als ik moe ben, lijk ik een beetje op olie. Oké, dat was heel gezellig bij oma. Als ik trouwens mijn haar vast heb, zie je het niet echt gaat zwerven. Misschien ga ik het dan nog een keer doen. Ik weet niet. Maar het is nu 19:45, dus ik ben 4 uurtjes gebleven. Oma was altijd zo blij als ik er ben. En ik vind het ook heel fijn als ik er ben. Ze zei ook, wij zijn zo goed samen. Dat vond ik echt heel lief. En ze was weer heel cute. En ik moet vaker gaan. Dus mocht ik lang niet zijn geweest, comment het onder mijn vlogs. Alsjeblieft. Ik zei ook tegen oma, als ik op donderdag kan komen, maakt het zoveel makkelijker. Dus daar gaat ze ook eventjes over nadenken. Dat het inderdaad ook gewoon op een donderdagavond kan. Ook al heeft ze normaal liever niet de donderdag, omdat de hulp komt. Maar het was nu in de avond. Samen eten, hoe gezellig. We wonen allebei alleen. Dus ja, 8:30 thuis. Ik ga lekker rijden. Oh my god. Ik bedenk me nu dat mijn vlog morgen online moet. Het is donderdag. Morgenochtend moet mijn vlog online. Ik heb nog niks geëdit en ik ben pas 8:30 thuis. Oh nee. Oh, dit heb ik helemaal niet over nagedacht. Zo stom. Nou, ik ben thuis en mijn vlog is aan het opslaan, dus die is klaar. Maar ik had nog best wel trekken, omdat we 4:45 pizza hebben gegeten. Ik heb een halve pizza, de rest heb ik mee. Maar kijk, ik heb nu die gedroogde vijgen. Lekker. Kiwi en allemaal zaden en shizzle. Wel dus weer yoghurt waar ik buikpijn van krijg, maar soms wil ik het gewoon voor mijn lichaam. Maar dit is echt heel erg chill. Kortingscode staat dus in de beschrijving. Hi, ik ging gisteren dus pas om 11:15 slapen door die vloeg. En ik merk het meteen, het is dus 4 uur. Ik heb niks gedaan vandaag, ook gewoon bewust hoor. Ook niet buiten gezeten, dat vind ik wel zonde, want de zon schijnt. En dat is heel uniek nog, want het gaat weg over een hele korte tijd. Misschien morgen wel. Maar ik heb Uglies gekeken op Netflix. Best wel een leuke film. Wel een open einde, wat ik heel jammer vind. Toen heb ik getest als ik hier het kleurmasker in deed of het minder paars werd, leek nog paarser te worden. Dus toen besloot ik om mijn haar toch nog even met shampoo te wassen. En ik heb het idee dat het nu weer iets meer blond is en minder paars. Ik ben gewoon benieuwd hoe mijn haar er dan uitziet. Maar ik zie trouwens nog steeds paars. Dus misschien is het gewoon hetzelfde. Maar bruiner krijgen lukt dus niet. En nu ga ik heel erg naar de Amsterdamse Poort. Ik heb mijn sportkleren ook
aan voor het eerst sinds maanden weer een lange sportbroek. Want ik wil nog even een cadeautje voor haar vinden. En misschien nog iets voor mezelf. Oké, okay, ik ben echt een lijk. Helemaal vergeten om te eten. Ik heb alleen ontbeten. Het is nu dus 6:30. Ik dacht, oh my god, ik moet eten. Maar ik heb die pizza nog thuis, dus ik ga gewoon niks eten. Ik ben helemaal wit weggetrokken. Zoveel honger, maar ik heb even bij de Lidl boodschap gedaan. Heel lekker dit mango, banaan, appel, avocado, spinaziesap. Echt heerlijk. Oh. Ik heb dus bij Crisp allemaal borreldingen besteld voor haar verjaardag. Ik wist dus geen cadeau, dus toen zei ik, nou, dat doe ik wel als cadeau. Dat ik dus een hele mooie borrelplank ga maken, weer een keer, voor het eerst in tijden. En ook dus alle boodschappen daarvoor doe en betaal. En een taart. Dus jullie kennen mij. Ik ben dus nu al €200 kwijt eraan. Maar toen ben ik ook nog naar de Lidl gegaan. Heb ik ook nog snackjes bij gekocht. Van alles. Ik zal morgen als ik daar ben het laten zien. Maar ik ga even de dingen die niet koud hoeven gewoon in de auto leggen. Want dan hoef ik dat niet te tillen. Ook dingen voor een beetje nog een zoete borrelplank. Maar ja, jullie zien het morgen wel. Het wordt echt heel veel. Maar als het goed is komen er ook gewoon 20 mensen. Maar hij wilde ook nog barbecue. Maar ik zal hem nog even een berichtje sturen dat hij echt niet heel veel hoeft te gaan kopen. Want ja, ik weet uit ervaring. Mango. Dat mensen heel snel vol gaan zitten. En dit wordt echt een bigge borrelplank hoor. Echt next level. Ik ben helemaal losgegaan. En nu naar huis. En die pizza eten. Because I'm starving. Ik vond het trouwens zo moeilijk om iets voor haar te kopen. Ik heb dus een vest gekocht dat ik zelf heel leuk vind voor hem. Maar wat hij nooit zou kopen, want hij koopt zelf nooit roze. Ik moet zeggen, in de winkel leek je iets meer minder roze. Het is van... Hij is best duur, was het €60 alsnog. Maar als hij hem niet leuk vindt, breng ik het gewoon lekker terug. Echt zo'n heel lekker vest, want hij heeft altijd grijs en dat vind ik zo stom. Dus ik hoop dat hij hem leuk vindt en anders... Het was niet nodig, maar ik vond het leuk om toch iets te geven. Zijn hier vragen? Nagels stylen en hoevelen, jongens. De eerste keer zit ik nog op dat zien. Echt erg. Nagels stylen. Ik heb trouwens iets gesport. Dit is echt top, want het hoepelen heb ik lang niet gedaan. Die nagels moest ik al heel lang doen. Maar als je aan het hoepelen bent, moet je toch je armen hoog houden. Dan heb je toch een taakje nodig en dat is echt perfect. Morgen lekker bijvullen. Goedemorgen. Ik heb heel slecht geslapen. Nog geen 6 uur. Echt jammer, want vandaag is een hele drukke en hele leuke dag. Ik ga even dit opdoen. Wat ik al heel lang heb. Is dat handig met een bril? Zou dit nou echt beter zijn dan die ik bijvoorbeeld van de DM heb gekocht? Vraag ik me echt af. Zou er nou kwaliteitsverschil in zitten? Oh, dit is... Van de DM waren echt een soort siliconen. Dit is gewoon papier, hè? Dit is volgens mij het verkeerde stukje wat ik heb. Kijk, dit is siliconen. Huh? Deze is siliconen. Er zit maar één siliconen in. Hoe kan dat nou? Waar is papa nou? Huh? Zit er toch niet maar één in? Plastic, plastic, plastic. Oh. Grapje. Het is goed. Ik had nog bij de Primark trouwens deze haarclips gekocht. Zoals bij de Primark kost dit nu al 5,50, hè? Het wordt echt duur. Deze hele schattige €6. Deze. Oorbellies. Tegenwoordig iets kleinere oorbellen ook wel heel leuk. Deze, leuke. Mega scrunch. Nog zo'n BH'tje die ik wel chill vind. Zo'n topje. Waar ik er heel veel van heb, maar ze worden wel echt heel snel oud, zeg maar. En ook niet wit, maar dat komt misschien ook omdat ik het hele tijd bij gekleurde was doe. Omdat ik niet zoveel witte was heb, doe ik het er steeds bij. Dat is het. Eigenlijk super zonde, hè? Maar ja, ik ga niet een hele was draaien voor 2 BH'tjes. Die topje, zeg maar dat oranje, zalmoranje topje wat ik deze zomer aan had, dat was deze. Ik denk alleen dat het XL was, maar ik zag alleen L. Maar als ik naar de maat kijk, denk ik dat dit wel een goede maat is. Ik heb hem dus in zwart, oud roze, taupe-achtig. En, oh, dat was het. En dan heb ik dus gisteren een blouseje gekocht bij Sena. Gewoon een zwart blouseje. Voor als ik geen outfit kan vinden van vandaag, voor vandaag. En ik had heel leuk inpakpapier gekocht bij de Pri.
Dat was het. Oké, wat moet ik aan? Ik weet het niet. Doordat ik nu weer een zwarte broek heb, kan ik weer andere tops aan. Maar dan natuurlijk alleen die gekleurde broeken en daar kan je niet alles op aan. Ik vind niks echt leuk, ken je dat? Ook niet zoveel zin in zwart eigenlijk. Het is prima. Ik kan nu gewoon al die blousjes zeg maar weer aandoen, omdat ik nu weer dus een effe broek heb. Hoewel ik dit wel echt veel leuker vind bij een spijkerbroek, maar ik heb het gewoon niet. Ik vind het niet lekker zitten. Ik vind spijkerbroeken zo leuk van die echt spijkerkleur. Maar ja, dit, ja, ik vind het gewoon niet leuk. Niet dat ik zeg, oh, wat zie je er leuk uit. Maar goed, wel prim. Dit is wel heel kerstelijk, hè. Ik vind het wel leuker met zwart. Maar ik weet dat H dit blouseje echt heel lelijk vindt. Tenminste, hij zag het een keer in de kast staan, maar zei hij, gadver, wat is dit? Maar dit vind ik wel een beter combi met zwart. Maar ik heb meer zin om nog maar in vrolijke kleren te gaan. Ik weet het niet. Nou ja, deze is wel gewoon perfect, ook met dit weer, want het is niet koud, het is niet warm. Het is een heel dun stofje. Het staat mooi met zwart. Ik vind het alleen gewoon heel erg december. Maar ik heb trouwens gewoon die Action Sport BH eronder, omdat... Dat witte topje, daar zie je echt zo je borsten. Dat is niet mooi. En dit maakt je borsten heel klein, maar dat maakt mij dus echt niet uit. En ik vind BH's gewoon niet lekker zitten. En dit zit eigenlijk heel mooi onder een blouse. Ja, dit is gewoon een prima outfit. Feestelijk. Ik voel het niet vandaag. Ik heb geen zin in. Het is nog te erg zomer in mijn hoofd voor deze kleren. Maar het kan wel. Ik zou hem nu weg kunnen. Bijna. Deze staat altijd heel goed, vind ik. En vooral met zwarte broek, maar... Ik hou dus niet van deze kleur roze en daarom heb ik hem nooit aan. Ik heb hem alleen met Christina gedragen met Bubblehop. Vet zonde, want hij staat leuk. Maar dit is zeg maar een outfit waar ik niet van hou. Eigenlijk is een miskoop. Het zit lekker, het staat goed. Maar ik heb niks met deze kleuren. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar ja, het staat wel leuk. Dus ik kan dit ook aandoen. Ja, ik heb hier niks mee. Nee. Dit staat gewoon leuk. Is ook leuk voor een verjaardag. Goed met die zwarte broek, goed met alleen die sport-BH eronder en dan verder niks, want hij valt gewoon netjes dicht. Maar ik voel dit niet. Ik hou gewoon van pastel en spijkerbroeken, maar ik draag het allemaal nooit. Ja, ik heb hier zo niks mee. Ik heb nu dan nog die blouse eronder. Maar ja, dat heb ik dus ook met die blouse. Ik hou niet zo van donkere kleuren. Kijk, alles wat ik nu heb laten zien, zou ik nu gewoon aan kunnen trekken. Daar niet van. Maar ja, misschien vind ik dit paarse dan nog toch leuker. De blazer zit trouwens wel echt fantastisch. Zo lekker comfortabel en zacht. Oh, ik zou willen dat jullie nu konden reageren wat ik moest kiezen. En dit maakt wel weer breed. Ik vond het zwart-witte blouseje ook wel leuk staan. Dit is heel groot eigenlijk, hè. Het is ook wel weer zonde, dat wijde. Dat heb ik ook echt altijd. Bij zijn familie heb ik altijd blazers aan. Ik vind het wel echt een heerlijk stofje. Het is echt de lekkerste blazer die ik heb eigenlijk. Ja, gaat ook niet zo. Dit blijf ik gewoon altijd veel mooier vinden staan bij mezelf. Gewoon lekker zo. Dit, maar ik vind het dan toch minder comfortabel. Omdat je toch de hele tijd, ja, het is wel bloot. En deze blazer, jammer, die heb ik dus gekocht, maar die is echt veel te groot. Die had ik toen bij de H&M in de sale gekocht een paar maanden geleden. Maar hij is gewoon, hij kan eigenlijk niet dicht. Kijk. Het is gewoon echt 5 maten te groot of zo. Zonde. Dus dat is wel grappig om het een beetje zo te dragen. Maar ja, ik vind het wel veel mooier staan dan al die andere outfits die ik had. Kijk dan, hier zit de knoop. Je zou hem zo willen. Hij is wel heel leuk die blazer, maar ik moet hem eigenlijk laten kleiner maken of zo. Deze kan ook nog die ik vorige week heb gekocht. Ook wel leuk, maar deze vind ik dan net kort. Vind ik dan net niet zo mooi. Ja, ik vind die blazer het leukst, maar ik ga er niet voor, want het is gewoon niet heel handig en praktisch. Oké, het is 2:30. Over een 1:30 kunnen de eerste mensen al komen. Ik wil hier eigenlijk om 1:00 al zijn. Dus ik moet echt gaan beginnen met de borrelplank. En ik wil ook even jullie laten zien wat ik allemaal dus heb gekocht ervoor. Heel veel. Een zieke koelkast. Wajo. Oké, dit is wat ik mee heb wat niet van Crisp is. Oké, dit is nog van de Aldi. Deze en... Deze. Ik heb echt heel veel. Ha, zei het valt mee, maar het is echt vet veel. Even kijken, geitenbrie. Dit is Petit Duruval met truffel. Hier wou ik de dadels mee gaan vullen. En met gewone geitkaas, als ik het allemaal red. Dit zijn geitenkaasjes. Dit vond ik wel leuk, plantaardig.
Alleen degene die vegetarisch eet kan niet tegen noten, bedacht ik me net. En het is pistache. Plantaardig, dit, rode besjes, vijgen, aardbeien, roomdrie, baba ganoush, worst, witte bonenhummus, bloemkooldip. Dit nog allemaal, dit is van de Lidl. Dit is allemaal van Crisp, honey roasted pecans. Dit wordt echt een zieke borrelplank weer. Gedroogde bloemen. Let's go. De plank is bijna klaar. Luke, hier komt dan nog een brood. En ik heb hier gewoon een enorme kaasplank gedaan. Deze kan ik op zich al wel neerzetten, ook al zijn er nog niet zoveel mensen. Ik zag dat die pakken leeg op de aarde. Zo, ik heb boter smaak, Max. En dan ligt het bij elkaar op de slag. Ja, ik zeg, hoe ziet ze eruit nou zoals in het echte? Dat is de bedoeling, hè? Ja. Hoe ziet ze eruit? Zeg maar, kom maar een keertje kijken. Lekker. Niet kijken, nee, ik mee. Doe YouTube ook niet. Ja, dat weet ik niet. Lekker. Ja, maar de kan je iets leuks in de vlog doen? Zo ook voor wat drama een soort in scène zetten dat ja. Mensen zeggen, oh god, dat ben je schattig. En dan een soort van scène maken. Ja. Dat zat ik viraal. En dit is ook dramatisch bij je toch? Ja, met zweet, maar zo klinkt het. Wat is een sauna meester? Ja, dat is een sauna meester. Mensen opgieten toch en zo? Ja, precies. Ja. Hij was een sauna meester. Nog meer snackies. Het roze is dus ruby chocola met champagne smaak of zo. En dit is pistache puur. Heel lekker. Marshmallow met chocola. Appeltaart, rotje. Allemaal snoepjes. Nou, yummy. Hey, lekker bezig gaan. Klassieke. We hebben krompoessen voor het ontbijt. Kijk nou hoe lekker. Yummy. Cadeautje. Het gaat echt lekker weer. Nou, nu is de zon net weg, maar het zit echt heerlijk in de zon de hele tijd. Ik ga naar huis, maar ik heb veel geen zin om naar huis te gaan. Het is echt voor het eerst sinds maanden dat ik denk, ik wil hier blijven. Ik weet natuurlijk nu ook dat ik uiteindelijk weer hier ga wonen. Dat is ook anders, dus ik begin weer meer van het huis te houden en ik denk gewoon, ik wil blijven. Maar we hadden echt zo'n gezellige middag. Het vriendinnetje bleef weer logeren met Chickie. En we waren echt lekker aan het freubelen en lekker aan het knooien. En nu zijn ze nog even bij haar spelen en haast daar ook. En dan gaat Chickie weer naar de moeder. Maar over een uur is haal weer terug, dus ik kan blijven. En dan kunnen we nog gezellig samen eten en zo. Maar ja, dan moet je in de avond nog naar huis. Ook zielig voor Poesie, die wil ik niet langer dan 24 uur alleen laten eigenlijk. En hoe heet het? Ja, dan moet je in de avond weer naar huis en morgen vroeg werken. En twee nachten best wel laat naar bed. Dus ik ga naar huis. Maar ik heb voor het eerst dat ik weer denk, ik wil bij haar blijven. De liefde is ook zo, oh, het is echt gewoon weer als aan het begin. Ik echt denk, oh, ik ben zo verliefd. Echt niet normaal. Dat ik het ook gewoon te veel zeg. Dat hij gewoon bij denkt, stop. Stop nu maar. Gewoon, ik vind hem zo leuk. Zeg maar, heb ik altijd gevonden. Dat weten jullie volgens mij ook. Dus dat is nooit weg geweest. Maar nu wil ik dus ook echt heel graag hier blijven, merk ik. Dus, nou, dat is wel een goed teken. Ben weer thuis. Ik ga lekker feta pasta maken. Ik had nog een paar rondpepers over van gisteren. Die gooi ik ook meteen in de oven. Maar die doe ik er niet bij, hoor. Het is gewoon olijfolie. Goede tomaten. Goede feta. In de oven. Oh, ik heb hier een babbelhap van online staan. Deze lekkere pasta erbij. Knof. Als het uit de oven komt, een beetje kookvocht erbij. Een beetje knoflook, een beetje basilicum. Roeren. Heerlijk. En ik kijk Robinson, maar ik kan me hier nooit op concentreren. Ik dacht ik probeer het weer een keer, maar het is niet mijn ding. Wel als achtergrond, maar niet om echt te kijken. Oh, dit ruikt al zo lekker. De feta is nog net niet klaar met de tomaat. Dus ik heb de verse knoflook vast door de pasta met de basilicum. Dan gaat het net dat pittige van die knoflook er een beetje af als het warm wordt. Vast een beetje olie dat niet gaat kleven, want het was dus niet gelijk klaar. En dit gaat dan straks heerlijk bij de ovenschotel met wat kookvocht. Dit is al lekker. Tijdens het wachten neem ik lekker padronpepertjes. En ik zag dat ik het verkeerde seizoen van Robinson aan het kijken was, dus nu heb ik de goede. Ja, lekker. Bon appétit. Dit is zo makkelijk en zo lekker, jongens. Zo, en eten voor maandag en dinsdag. Perfect. Ik ga het niet in vriezen, dat is niet lekker. Gaan we bed opmaken. Bedden goed uit het roken gehad. Kamille thee drinken, even nog. Supplementen nemen, tanden poetsen. Gezicht schoonmaken en lekker slapen.
Ik had eerder willen gaan, maar ja, ik heb twee nachten pas, ging ik 2 uur slapen. Dus dan lukt het me gewoon niet om eerder te slapen dan 11 uur of half 11. Ik denk dat de vlog wel weer wat meer zoals vanouds was, heb ik het idee. Hopelijk wat langer, hopelijk wat leuker. En ja, ik ben heel teleurgesteld in hoe de views lopen en hoe weinig reacties er komen. En ik vind het bizar. Het heeft eigenlijk geen zin om tegen jullie te zeggen, want als jij kijkt, dan ben jij dus wel echt super trouw en bedankt, love you. Maar ik vind het wel bizar hoe je video's van de ene op de andere week ineens zo kunnen gaan. Als je even wat minder leuke content hebt, vind ik wel heel bizar. Denk ik, waar is de trouwheid dan, zeg maar? Volg je me alleen als ik lange vlogs heb en spannende dingen doe? Of, nou ja, vind ik wel even moeilijk, to be honest. Maar goed, dank dat jij wel gewoon kijkt. En als het minder leuk is, dan was mijn week gewoon minder leuk. Weet je, daar kan ik niks aan doen. Ik ga niet nep doen. Ik doe wel heel erg mijn best. Dus oké, bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week weer. Doei!